eerst ontploft begin juni een handgranaat bij een winkel in Amsterdam-Zuidoost. En aan het einde van de maand is het raak in Diemen. Een woning wordt beschoten en ook hier gooit iemand een handgranaat. We houden er rekening mee dat deze zaken iets met elkaar te maken hebben en er staan verschillende verdachten op beeld. Waaronder een man die een van de slachtoffers geobserveerd heeft. In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 juni smijt iemand rond 1:30 eerst een putdeksel naar de winkel aan de Karspeldreef. Vervolgens pakt deze persoon een handgranaat, gooit die naar het pand en rent weg. De handgranaat explodeert, waardoor meerdere objecten en panden beschadigd raken. Dan op vrijdag 29 juni, rond 3:15 s'nachts. Twee personen hebben het op hun woning aan de trekschuit gemunt. De ene persoon beschiet de woning, de ander gooit een handgranaat. Deze handgranaat komt gelukkig niet tot ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat deze zaken vermoedelijk verband met elkaar houden en dat een van de slachtoffers waarschijnlijk meerdere malen geobserveerd is door dezelfde man. Deze man. Hij heeft een licht getinte huidskleur, een normaal postuur, is tussen de 20 en de 30 jaar oud, heeft lang donker haar en een baardje. Op de beelden draagt hij een blauw hoedje, een lichtkleurige jas met daaronder een zwart shirt, een spijkerbroek en zwarte gimpen. Ook heeft hij een zwarte koptelefoon op en een zwarte rugzak om. We willen weten wie de personen op de beelden zijn en horen het dus graag als je iemand herkent. Of ben je getuige geweest of heb je andere informatie over deze zaak? Meld ook dat bij ons.